En het leuke is dat er een Belgische kampioen op het podium komt. Jongens, ga alvast maar signeren. Ik ga een babbel doen met Geert Omloop. Die weet altijd zoveel mooie dingen te vertellen. Ervaren als hij is. Hoe is het met je, Geert? Wow, niet echt super. Hoe komt dat? Ja, ik heb in de maand mei weinig wedstrijden gedaan en een beetje de doorgeslapen hier. En ik ben nu terug een beetje aan het beter worden. En ik hoop de komende weken zijn er ook een paar regionale wedstrijden waar ik nog wil in toon. Die bandjes die je dan draagt op de schouder, motiveer je die dan niet? Jawel, maar Leuven is wel een vrij lastig parcours, ik denk. Met het programma dat ik gereden heb, dat boven mijn bed is. En ja, als het nu ergens anders had geweest, wat vlakker had geweest, had ik misschien nog wel iets meer ambitie gehad. Maar nu denk ik dat die vrij beperkt zijn. En deze wedstrijd? Ja, dat is vrij lastig. Ik heb hier nooit echt een goede dag gehad. Ik denk dat ik hier ooit één keer prijs gereden heb. En we de rest al meer gezwommen als gefietst. Dus ik hoop vandaag een goede dag te hebben. Ik wens je veel fietsgenot en weinig zwemgenot. Voor Palmans, Kras, Voormans, François, de Gans, Goris, Omloop van Beeselaar, Van Geel en Nortelmans. Dank je jongens, het moet vooruit gaan, want anders kunnen die andere teams er niet op en zitten we straks een beetje te krap. Ik zie dat de Waaltjes van Lotto Bobisol klaarstaan, die mogen ook op het podium komen. Daar is iemand dan niet. René, oei, dat mag je niet zeker, hè? In alle Frans klappen? Ja? Ah, oké. Okay. Juffrouw, fotografeert u in het Frans? Nee. Het is wel een heel klein ding waarmee je fotografeert. Je kan alles erop. Ja? Er komt een fiets aan de start. Met het rugnummer 116. Daar staat Jan Doris en er is geen naam bij. Meneer, spreekt u een beetje Nederlands? Oh, een beetje, maar niet. Je komt met een fiets op het podium, maar daar staat geen coureur bij. Ja, maar ik kom juist nu. De fiets tonen. Is dat een exemplaar met of zonder motortje? Oh ja, natuurlijk. Met? Nee. Zonder? Zonder. Ja. Bent u zeker? Ja. Oké, dan is het goed. En wie hebben we hier? Français, moi. Vous êtes? Romain Fondard, je suis français. Je suis le seul français de l'équipe. Est-ce que vous êtes content avec la prestation des Bleus au Sud-Afrique? Je suis très content et très fier d'être français. C'est fou, moi je fais du vélo, le foot ça m'intéresse pas trop, mais chacun son sport, mais bon bah aujourd'hui je vais pas trop crier à tout le monde, je suis français, mais bon bah j'ai pas trop le choix. U hoort het dat hij de vraag een beetje ontwijkt, natuurlijk zit hij daarmee. En wie hebben we hier? Jérémy Honoré. Jérémy Honoré, aanvaller en een beetje sprinter. Aanvaller en een beetje sprinter. Attaquant en disons sprinter. Ja, maar vandaag het is een beetje moeilijk voor mij. Terug van vakantie, dus ik denk het is lang vandaag. In Nederland is goed, je kan federaal premier worden. Gefeliciteerd. En je komt uit? Wat wil je doen? Benazé. C'est où ça? Pedalier. Ah, dat is een Balkenaar. En wie ben? Gilles de Villers. De la ville de? De Gouvernoal, de Charlevoix. Oui. Quentin Bertolet. De cyclocross. Oui. Ça vous plaît, faire la route? Oui, c'est un temps idéal. Pour la préparation au cyclocross, c'est bien aussi. C'est uitstekend om de cyclocross voor te bereiden. En hier hebben we Jérémy Berton. Et vous venez de Namur. Je crois que vous avez fait aussi le Tour de Belgique. Oui. Ça a été Bof, pardon. Bof, zeggen ze dat zo in Wallonië? Niet echt pop. Allee, bof. Veel succes, hè? Hoe heet u eigenlijk? Oui. Uw naam? Ah, Rossens. Rossens. En kan je dat nog meedoen? Oui. Heb je een licentie? Is dat wel een licentie? Ja. Je bent in extreme sport, maar je moet je nog omkleden. Ah, ja. Ik ga toch meedoen. Het is niet de fiets alleen die hier op pad gaat. Dag meneer Rossens.